man. Dat was gewoon. Ik bedoel gewoon, dat is gewoon poeier. Nee, dat filmpje kunnen we trouwens ook wel naar je sturen. Hé, maar Alex. Ja. Kom eens eventjes hier. De mug, we zijn in de mug. Of dat wat de mug was. Wat er nog van staat. Het is, kijk, iedereen weet het al, dat er speelt hier al heel lang. Jullie hebben veel problemen gehad. In november al gesloten. Heel normaal december dicht. 8 november, ja. Was hier heel veel asbest in het pand? Ja, ontiegelijk veel. En daardoor zijn eigenlijk alle plannen gewijzigd. Want jullie wilden, even verbeteren als ik het verkeerd zeg. Jullie wilden aanvankelijk alleen de bovenverdieping voor appartementen. En daar waren jullie mee bezig. Ja. Maar door al die asbestproblemen zijn jullie gelijk heel de zaak gaan doen. Nou ja, we hadden wel plannen om eventueel beneden wat te gaan renoveren. Van maart en april. 2 maandjes zou dat zijn. Helaas, ja, door dat asbest toen moesten we noodgedwongen dicht. En hebben we eigenlijk de bouw er gelijk achteraan moeten gooien. Ja. Helaas. Ja, en nu zie ik, nu stap ik binnen, dat is al even geleden. En het is echt gewoon helemaal gestripte zaak. Ja. En ja, dat ligt natuurlijk gevoelig. Want de Mug is natuurlijk een mooi traditioneel café met een lange geschiedenis. Dus ja. Heel veel mensen zijn er ook van geschrokken. Maar jullie gaan natuurlijk ook iets bouwen, iets moois maken, mogen we aannemen. Absoluut, absoluut. En kan je daar iets over zeggen? Wat jullie gaan 1 juni openen? Ja, we gaan 1 juni gaan proberen te heropenen. Dat is dan eerst alleen voor het restaurant en het café. We gaan ook meer open, ontbijt, lunch, diner. En nog even voor de tussen, want we kennen jou van allerlei horecazaken, maar ben jij hier nu de bedrijfsleider of medebedrijfsleider? Ik ben hier medebedrijfsleider samen met Edgar. Ja, precies. Gaan wij hier een beetje de tent aansturen. En dan ben jij meer van de voorkant? Of, laatste tijd meer van de achterkant. Ja. Ik hoop meer van de voorkant weer te komen. Dat vind ik het leukst om te doen. Okay. Maar goed, jij weet dus al wel alle ins en outs. Dus ga verder met je wals. In principe wel. Nou, we gaan hier, hier stond vroeger de bar. Ja, loop maar gewoon even met me rond. Hier stond vroeger de bar. Hier zie je nog de oude kelder waar de fusten in stonden. Kunnen nog wel een paar fusten in staan, denk ik. We hebben hier nu de muur doorgebroken. Die wordt nu nog zwaar ondersteund. En hier gaan we dan straks een 360 bar maken. Zodat iedereen rondom de bar kan zitten en je eigenlijk ook een veel opener zaak hebt in plaats van alleen maar losse zaakjes. En dan hebben we het dan wel over de sfeer van de Bruine Kroeg of wordt het een ultramoderne dansgelegenheid? Denk meer aan een brasserie. Een brasserie. We willen echt goed eten, goed drinken. We hopen de borrel er natuurlijk ook gewoon nog in te houden 's avonds. Maar we gaan ook met lunch open, ontbijt open en we hebben straks nog meer hotelgasten. Dus echt hele harde muziek en feestjes en partijen. Dat zal er niet heel veel meer in zitten. Maar we zijn wel gewoon tot 1 uur open, ja. En een hele belangrijke vraag die, waar de meningen in de stad verdeeld over zijn. Ja. Blijft nou de naam De Mug of gaat die naam weg? Dat durf ik nog niet te zeggen. Dat is nog een geheim. Dat durf ik nog niet te zeggen. Of dat weten jullie zelf gewoon nog niet. Er zal altijd wel een stukje van De Mug blijven bestaan. En nu is het alleen nog het pand. We hebben nog wel wat kunnen redden. Dat zal ik je straks nog wel laten zien. Dus ja, we hopen eigenlijk wel dat er nog een stuk van De Mug bewaard kan blijven. Ja, nou ja, kijk, dit was dan de oude eetstal achter de bar. Of achter die muur. Ja. Maar die groene tegels kan ik me helemaal niet herinneren. Dat is de toilet was hier vroeger. Oh, de toiletgroep. Dat was het toilet. Hier stond het koffiecorner. En die telefooncel daar. En die stond tussen die palen. Ja. Die is nog wel heel gebleven trouwens. Dus die komt waarschijnlijk terug. Ja. Samen met een speciaal drankje gaan we daar iets leuks mee doen. Oké. Mag ik ook verder nog niks over zeggen, denk ik. Nou ja, je hoeft ook nog niet alles prijs te geven. Nee, daarom. Ja, en dit is natuurlijk ook maar een... Dit was de keuken. En dit wordt opnieuw de keuken. Ja, nieuwe tent, nieuwe keuken. Er liggen al kabelgoten en die zijn spiks.nieuw, zet u zin. Ja, alles nieuw. Alles komt erin, wat een keuken kan wensen. Ja, nu je het toch verbouwt, dan doe je inderdaad ook gelijk maar alles, neem ik aan. Precies, en een hele goede keuken. Kijk, de Mug was vroeger supergoed. Alleen het eten duurde soms wel ietsje langer. En daar gaan we nu op inspelen dat het eten nog steeds goed is, maar dat het minder langer duurt. Maar nu zie ik zo'n betonnen vloer, lag die er hier al in? Ja. Dit is gewoon later een aanbouw geworden of zo waarschijnlijk. Dit is later inderdaad een aanbouw geworden. Ik zie hier opeens ook een hele grote boom staan waarvan ik niet eens wist dat hij hier stond. Dat is echt een enorm ding. Maar ja, daar zie je opeens wel weer de ruimte. Ja, hier stond vroeger stond koeling voor al het bier. 100 verschillende bieren en die is ook weg. Brandtrap, de deur zie je nog staan. En de volgende week komt er een boomchirurg. Oh ja? Echt? Ja, er komt er een meer. Is deze ziek dan? Voor mij mag die eraf. Eruit. Ik kom het takje weghalen. Dat is wel een mooie boom. Ja, zeker een mooie boom. Mag niet zomaar. Even kijken hoor. Ik weet niet of het zo kan. Deze is niet. Malabetje. Ja, daar ja. De kader van de achterkant van de stad. Achterkant van de stad. Hier. Nou, hier zie je nog wat oude dingetjes liggen van de Mug. Een klap eentje.
Zullen we naar boven toe? Ja, dat is heel goed. Ik heb zelf boven ook nog niet gezien hoor. Ik loop gewoon even achter jou. Waar we heen lopen. Ik denk dat we hier wel in mogen. Ja, hier heb ik ook al een paar van gezien. Hier heb je ook al een paar van gezien, ja. Maar dit waren 5 kamers of 4 kamers en dat worden er nu veel meer? Er waren 4, 5 kamers en dat worden er 15 uit mijn hoofd. Dat worden dan toch wel hele kleine kamers of is dat een misverstand? Even kijken. Oh. Ja, ik hoef niet per se al die kamers te zien hoor. Het blijft wel natuurlijk een grote kamer. Boven op zolder natuurlijk nog meer kamers. Maar waar komt die ruimtewinst dan vandaan? Worden dan wel kamers worden opgedeeld in kleinere units gewoon? Of? Nou, vroeger had je het appartement van Mickey. Zat hier nog tegen de straatkant van de Vlasmarkt aan. Dat is ook een giga appartement. En ja, daar ben ik nog nooit geweest geloof ik. Alle hotelkamers hebben leuke zolder. Dat is wel mooi. Mooi uitzichtje ook. Ja, het zijn te gekke panden gewoon. Absoluut, absoluut. De draaien engelen. Ja, hier moeten ze nog beginnen, want dit is echt een oude pand. Hier hebben ze nog niks gedaan. Ja, gesloten. Wat een project, hè? Ja, wel erg, hè? Wat een ellende. Die verschrikkelijk. Hey, dat, alle medewerkers van de MUG die zijn nog steeds in dienst met van alles bezig? Of? Ja, er zit een deel in de bouw, er zit een deel in de administratie. Het werk gaat nu een klein beetje op, dus we zijn wel aan het kijken om mensen eventueel tijdelijk even ergens te detacheren. Ja, er is vraag genoeg in de horeca naar medewerkers. Ja, absoluut. Absoluut. De deur even dicht doen. Ja, er is vraag genoeg, maar ja, je wil ze ook houden, hè? Want dat is natuurlijk, je hebt zoveel vraag naar horeca mensen. Dus ja. Als je nu 3 kok zegt van je bent ontslagen, dan zie ik ze nooit meer terug. En dat willen we natuurlijk niet. We gaan even naar boven. Hier. Volg je toch? Ja, ik ben toen wel eens. Even kijken. Heb je nog een filmpje van? Nee, daar heb ik toen foto's van gemaakt, dacht ik. Okay. Ik weet ook niet meer precies wat nou. Het was toen zoveel jaren bestaan, dat dacht ik. Dit is het oude appartement, geloof ik. Ja, dat is inderdaad ook nog heel groot. Dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch. En je ziet hier al tussen muren komen voor de appartementen, voor de hotelkamers. Ja, schitterend uitzicht. Nou, dat is ook niet zo handig met mijn cameraatje, maar nee, denk een klein zoldertje. Een klein beetje ziek. Daar komen dus ook nog kamers, deuren. Ja, het is gewoon een gaaf pand. Geweldig, toch? Ik vind het schitterend, maar... Dat is het eigenlijk. Oké, okay. Ja, en dan hebben we nog die achterruimte beneden. Ja, aan het proeverij, kan je hier rechtdoor door de groene deur, denk ik. Fred's floor. Oh, staat ook al tegen van. Oh. Ja, dat staat denk ik wel. Van de kast verkoop. Ah, dan kijkt er hier inderdaad weer uit. Ja. Goed is. Via deze weer. Ja, dan komen we weer terug bij je. Waar we net stonden. Dan moeten we gewoon in de tussengang weer terug dan. Ja, we moeten tussengang. Ik moet je eerlijk vertellen, ik ben er niet zo goed over geweest, hoor. Ik heb jij voor de rest ook niet veel mee van doen, neem ik aan. Nee, precies niet. Ik denk als dat zover komt, dat ik nog wel een opleiding moet gaan doen. Ja, het wordt echt een beetje hotel ook dan, of? Ja, het gaat ze natuurlijk ook op de hotelbusiness richten. Er komen natuurlijk giga veel kamers bij. Maar in principe is het voor mij gewoon de ambiance in de tent zelf maken. Kijk. Meneer Kapias. Ja, jij deed toch niks meer in de horeca tegenwoordig, ik wel. Je staat ook met zijn mond open. Ja, ik sta met mijn mond open. Ja. Dat sta ik iedere dag. Ja, ik ook, hoor. Als even Marcel kwam. Die loopt hier zo. Heb je hem al gezien?
Ja, ja, ja. Oh, ik dacht dat hij op Plasmax 6 was. Kijk, ik ben nog even hiernaast. Oh, meneer. Dag meneer. Hey, meneer Meijsberger. Maakt wet. Hey, heel bekende kop. Ja, hier zijn de harde werkers, hè. Gewoon een soep voor ons leven gemaakt door de kop. Voor de harde werkers. Wat een knappe koppen, hè. Schitterend, hè. En smakelijk, heren. Dankjewel, man. Lekker. Ja, ziet er prachtig uit. Goeie afzuigkamp, alles.